Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Pelgany. Voordat we gaan beginnen wil ik eerst eventjes de reacties met jullie doorlezen. Die zal ik er ook eventjes bij aanmaken. AdSource, kijk, daar zijn we. Ik had natuurlijk de vorige keer gevraagd wat voor een shovel we in principe zouden moeten aanschaffen. En dan gaan we nou eens eventjes kijken. Geboorten zijn zo voor de geboorte gaan, die zie ik echt nooit in iemands let's play of stream. Die heeft trouwens ook 5 likes. Dus dat houdt in dat wij dan die van Kubota moeten doen. Ik denk niet deze, maar de voorlader van Kubota, denk ik. En hij heeft op zich wel gelijk in. Die zie je niet zoveel, inderdaad. Dan staat er nog toffe video. Ik zou bij de show van de kleinste Klaas gebruiken. Die heeft een lange hefarm en die kan flink wat gewicht tillen. Klopt, Bram. Alleen, ja, Klaas, dat is standaard. Dat zijn eigenlijk maar de enige shovels die in de game zitten, officieel. Deze 3. En die gebruik je dan toch best wel snel. Dus dan heb ik liever dat ik wat anders gebruik. User zegt, top Vilas, als je toch de site wil vervangen, zou ik voor de Hori gaan. Ik heb zelf ook, het werkt heel goed. Ja, klopt. Maar weet je wat het is? Die Hori Farmstick. Dat is deze. Maar die kan je niet apart, zeg maar, apart krijgen. Je moet het stuur erbij doen. En ik hoef geen stuur te hebben, want ik heb een heel goed stuur. Kijk, als die stick nou alleen was, dat ik die los kon kopen, dan was het op zich een idee. Kijk, dit is dan wel weer leuk natuurlijk met de lampen en de richting aanwijzen en weet ik veel wat. Maar als ik dan dit kijk, wat voor plastic dat is vergeleken met Logitech, wat allemaal metaal is, ja, dan... Ja, nee, ik snap het wel, maar ik wil dan... Dan moet alleen die stick alleen los worden verkocht. En die wordt momenteel nog niet los verkocht. Ik zeg, hey, de Hestenbeler, klopt. Het zijn van die grote balen. Die gebruik ik eigenlijk ook nooit. Ik zie ook heel veel JCB voorbij komen. Voor de balen kun je de standaard JCB gebruiken. De verrijke JCB-shovel kun je mogen gebruiken om de curl aan te rijden. De kamershovel. Ja, en Johan zegt ook inderdaad de farmstick van Thrustmaster. Dat is deze. Kijk, deze zou wel kunnen. Je hebt wel echt heel veel knoppen. Echt heel veel knoppen, maar ik denk dat dat op zich ook wel mooi werkt. Met de hef en zo, vooruit, achteruit. Maar die is ook niet zo heel gek duur. Dus dat scheelt dan ook alweer. 8,20 meter. Dus ja, er staat en JCB en Kubota. Maar ja, Kubota, sinds hij zegt, ik zal voor de Kubota gaan, die zie ik echt nooit in iemands let's play of stream. Dus daar kunnen we in principe wel voor gaan. Dan moet ik deze even uitzetten. Zo. Want ik had namelijk ook een shovel. Zou ook kunnen, maar ik denk dat de shovel eigenlijk net te groot is. En de Kubota is ook een keer leuk om te gebruiken, als ik heel eerlijk ben. Dus laten we die gaan gebruiken. Dubbele voorwielen, dat hoeft niet. Oké, dan kopen we deze. Dan moeten we natuurlijk nog een balenprikker hebben. We hebben de skidsteer. Is dat een verrek of een voorlade eigenlijk? Waar valt het voor mij voorlade? Dus dan moeten we deze erbij. Manual, midden, voorladen. Alright, als het goed is moet hij dan hier buiten staan. Kijk, daar is hij. Als het goed is hebben we er ook olie in zitten. Jazeker. Maar klopt, deze Kubota die... Ik weet niet of ik deze al ooit een keertje heb gebruikt. Nou, dan moeten we... We rijden alleen wel 18 kilometer per uur. Dat is alleen niet zo heel vlot. Dat is wel een nadeel, maar goed. Dan rijden we naar het veld toe. En dan gaan we de balen opladen. En dan kunnen we ze zometeen gebruiken. Zo. Het is even een stukje rijden, maar dat komt vanzelf. Dus ik zie jullie bij het... Oh, wacht even. Ik zie dat mijn beeld niet goed staat. Wacht even. Nou kunnen jullie alles wel zien. Zo.
Ik wou zeggen, maar er staat voor mij iets niet helemaal goed. Alright, dan zie ik jullie bij het veld. Nou, we zijn er bijna. Het heeft even geduurd, want dit ding rijdt maar 18 km per uur. Dan is een grotere shovel is dan toch natuurlijk wel wat makkelijker. We kunnen er altijd nog voor kiezen om het natuurlijk om te switchen. Maar voor nu doen we het eventjes zo. Tenzij jullie zeggen van doe maar een grotere shovel, want ja. Misschien dat is ook wel goed werkt hoor. Alleen ik vind dat die, ja, 18 km per uur vind ik eigenlijk wel erg traag. Maar goed, we zijn er. En dan kunnen we de balen opruimen. We hebben trouwens, voor mij zit er geen autolood op dat ding. Dus we moeten alles zelf doen. Op die shovel. Of op die vrachtwagen bedoel ik, sorry. Maar dat gaat helemaal goed komen. Dan doen we gewoon drie balen bovenop elkaar. Als we geluk hebben, kunnen we misschien zelfs nog... Ik denk niet dat dat gaat lukken, maar dan kunnen we zelfs de Kubota nog achterop doen. Dan kunnen we alles in één keer meenemen. Zo. En dan die er bovenop. Oh. Dit gaat vallen. Zo. En waarom kan hij eigenlijk niet... Wat gebeurt er nou weer? Hij kan niet verder naar achteren leunen. Oh. Oh. We hebben deze er bovenop. Zo. Maar ik kan hem niet... Dit is het verste wat hij naar achteren kan hellen. En dat is niet zo heel ver, heb ik het idee. Maar goed, we hebben ze nou beter vast. Zachtjes, voordat alles weer gaat vallen. En hoppakee. Ja, maar... Oh, ik word er zo moe van. Nou ja, pakken we straks wel op. Pakken we eerst de andere balen. Maar hoezo valt dat nou in één keer weer? En die. In principe moet dit gewoon prima lukken. Alleen die balen, die laten soms ook niet helemaal los, nog steeds. Zo. Dan hier erbovenop. Ja, oh, het kan ook aan mij liggen, maar ik heb het idee dat deze Kubota niet ver genoeg naar achter kan hellen. Of dat komt omdat wij een CSZ ding hebben. Ja, ik kan hem niet verder naar achteren hellen, maar zoals je kan zien, die balen die leunen gewoon naar voren. En ze leunen niet naar achteren, waardoor het dus heel snel gaat vallen. Ja, dat doe ik even zo, dat doe ik deze wel even met de handen. Zo. Maar dit gaat niet lukken om de shovel er nog achterop te doen, want daar is de laadklep te klein voor. Zo, en dan die er bovenop. Kijk, poging 2. Het is ook een beetje heuvelachtig, hè, hier. Dus zo heel veel fragiel kunnen ze natuurlijk ook zijn. Perfect. Nou, volgende drie balen. En we moeten niet vergeten om dit veld straks nog eventjes te bemesten. Want het is natuurlijk wel het grasveld waar het goed bemest moet worden voor de volgende keer. Maar ik zal dit eventjes gaan opladen. Dan hoeven jullie mij niet de hele tijd zien te struggelen. En dan zie ik jullie zo en dan kunnen we de balen in de opslag doen.
Want we hebben al een... Dit snap ik dan ook weer niet. Waarom laat die baal niet los? Oh, werkelijk waar. Kijk, zo hoort het. Goed, ik ga even verder struggelen. Dan zie ik jullie zo. Ik zit zo nou even te kijken, maar ik denk dat wij twee keer moeten rijden. De vrachtwagen is niet groot genoeg. We hebben nog best wel wat balen hier liggen. Dus daar moeten we wel even rekening mee houden. Ja, daar liggen er nog best wel wat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 balen liggen er nog. Dus laten wij dan de Kubota even hier neerzetten. Dan rijden we... Hé, wat is dat toch elke keer? Voertuigoverzicht. Als u voertuig beschadigd, onderhoud of gered is, schijnt er een waarschuwingsbericht in het midden van het scherm. Als u zich in het voertuig bevindt. Ik weet niet wat dit is. Geen idee. Maar goed, dan moeten we dus... Ik hoop dat als wij in de trigger gaan staan, dat hij me al gelijk pakt, deze balen. Dat zal mooi zijn. Zo. Zitten hier, als het goede, zijn dit zwaailampjes? Nee, het zijn gewoon normale lampen. Dan moeten we maar een paar keer rijden, dat is niet zo heel erg. We hebben niet voor niks een vrachtwagen wat redelijk snel rijdt. Zo. Even lampjes aan een beetje, het begint een beetje donker te worden. Het is natuurlijk ook een stuk stabieler als een trekker zelf. Een vrachtwagen, dus dat scheelt ook alweer. Zo. Dus dan hoop ik dat als we in de trigger staan, dat hij hem gelijk pakt. En anders moeten we ze even met een handje eraf halen. Ik weet niet of hij dat doet. Zo. Hij is wel heel fijn hoor, zo'n vrachtwagen een keer. Dat gebruik ik ja nooit. Ik ben er voorbij gereden. Whoops. Tja. Wist ik wel. En dan moeten we hier naar binnen. Zo. Kijk, en dan hoop ik, want hier is de balenopslag. Dat is hier gaan staan dat hij ze gelijk aanneemt. Ja hoor. Perfect. Nou, mooi. Dan halen we de volgende lading op. En dan kunnen we die ook opladen, want het begint langzaam al donker te worden. Dus als wij de balen binnen kunnen krijgen voordat het heel erg donker wordt, dat zou helemaal mooi zijn. En als we al deze balen hebben opgeladen, kunnen we zelfs even kijken of de Kubota achterop de vrachtwagen kan worden gezet. Dan hoeven we namelijk niet 18 km per uur naar achteren of naar de boerderij te rijden. Dat scheelt ook alweer. Ja, het is een oud kreng die vrachtwagen, jongens, maar hij is wel mooi. Binnen de bebouwde kom is het 30 km per uur en nu? Kijk, moet je kijken hoe hard hij rijdt. Ah, dat is wel fijn hoor. Dat die auto's niet meer zo traag rijden. Hier naar rechts.
Kijk. Nou, dan laden we deze balen nog eventjes op. En dan halen we zometeen de Kubota op. Zo. Oh. Lampjes aan. Geeft nu ook aan de... Nee, dat is jammer. Die... Daar hebben we mooi wat hooibalen. Dat is wel fijn. Dan kunnen we langzamerhand ook even kijken naar koeien. Oh. Ja, ik vind dat deze Kubota niet ver genoeg naar achter leunt. En dat ook een van de redenen is dat die balen zo snel vallen. Maar wat ik zeg, dat kan ook aan de vork liggen, hè? Aan de balenspies. Want dat die niet helemaal goed gemaakt is voor deze machine. Dat die niet verder naar achteren kan worden geleund. Die optie is ook aanwezig. Kijk, ik kan niet verder dan dit. Waardoor dus de balen meer naar voren leunen, zoals je kan zien. In plaats van tegen die strip wat omhoog staat. En daardoor kunnen ze dus best wel snel vallen. En dat wordt straks ook gefixt, hè. Want we hebben ook natuurlijk balen voor de lampen. En de lampen die schijnen tegen de balen aan. Dus als het goed is, moeten wij dus straks in FS25 zien dat zeg maar het licht achter de balen... Dat donker is. Zoals nu staat er gewoon alsof dat de lampen die schijnen eigenlijk door de balen heen. En als het goed is, wordt dat straks dan gefixt. En dan valt hij weer. Ik weet niet of we deze Kubota houden, hoor, jongens. Ik heb in ieder geval de kans gegeven, maar ik word er een beetje moe van. Het wil niet echt. Al moet ik ook zeggen dat natuurlijk dit veld behoorlijk scheef is. Maar ja, ik kan niet verder naar achteren leunen. Waardoor die spiezen gewoon niet recht komen te staan. En waardoor het dus heel snel gaat vallen. Die. Ja, of ik moet de standaard balenspies gebruiken. Dat zou ook nog kunnen. Maar ik heb liever een balenspies. Waar dat ik zeg maar drie bovenop elkaar kan plaatsen. Kijk, verder dan dit kan hij niet. Heel vreemd. Nou ja, ik laat ze wel op en... Dan halen we straks de Kubota op. Nou, de balen zijn opgeladen. Als het goed is, is er niks meer te vinden. Als ik dat zo zie. Nee, voor mij niet. Oh. Nee, voor mij niet. Nee, mooi. Dan laden we hier zo meteen de... De Kubota, maar dan gaan we eerst even slapen. En dan kunnen we even een mooie thumbnail maken. Zo. Maar ik zag natuurlijk nog een andere vrachtwagen. Maar deze sprak mij toch meer aan als die andere die ik zag. Van mij gebruikt Daggerwin die in zijn survival mode. Die heb ik wel aanstaan hoor, maar deze vrachtwagen sprak mij meer aan dan die andere. Een beetje vintage, hè? Dat vind ik altijd wel mooi. Nou, dan hebben we dus... hoeveel balen hebben we dan? We hadden er daar 3, 6, 9, 12. En hier hebben we er 3, 6, 9. We zitten op 21 balen dan, dus dat is wel fijn. Daar kunnen we voorlopig even wat mee doen. Waarom stop jij? Niet weer voorbij rijden. En nou is het, ook avond en loopt er ook geen mensen meer op straat, hè? Dat gaan we niet redden.
Zo. Alright, terug naar het veld. Ja, hij valt een goede draaizer hoor, dat heeft hij dan wel weer. Maar zullen we eerst even gaan slapen dan? Laten we dat anders eerst even gaan doen. Even kijken, waar zit hier de sleep trigger? Waar kunnen wij hier slapen? Je hebt hier wel een... We kunnen hier naar binnen, dit is de kaasmakerij. Ik denk hier. Ja, kijk, 8 uur. Gaat natuurlijk wel weer wat geld vanaf. Hartstikke leer. Mooi. Dan ben ik benieuwd of de... Zeg maar of het laaddek breed genoeg is voor de Kubota. Maar we gaan het zien. Het gaat ook net, hè, daar met dat hek. Nou, we hebben nog 1,3 miljoen, dus we kunnen in principe nog wel een extra veld erbij kopen. Dat is op zich wel prettig. En hebben we eigenlijk al een combine? Bedenk ik me. Van mij hebben we nog geen combine gekocht, hè. Die moeten we ook hebben. Maar ja, dan is de vraag. Wat voor combine zullen we nemen? Want, ja, voor mij zeiden jullie die oude TX2. En of hebben we wel een combine? Die oude TX. Dat zou ook nog kunnen, hoor. Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Kijk, dit veld is ook een klein beetje gegroeid, zo te zien. Maar dit moeten we nog wel... Oh ja, tuurlijk. Maar ik heb nog 2 dagen per seizoen. Nou. Er gaat natuurlijk de volgende dag in. Dus eigenlijk, als dat kan, moeten we dit veld nog gaan bemesten. Maar dat kunnen we straks wel even doen. Gaan we eerst kijken of we die Kubota kunnen opladen. Hoe klap ik dat uit? Oh, met de muis. Het is best wel een flinke helling waar die overheen moet. Maar we gaan het zien. Is die ook breed genoeg? Nou. Wacht even recht ervoor, want dat werkt niet zo. Zo. Wat domme, we moeten net omhoog. Ja, dat dacht ik al wel. Het is te stil. Het is te stil. Hij moet te stil naar boven. Nou, dat doe ik even zo. Oh, oh, oh. Kijk, zo kan het wel. De vrachtwagen is te hoog. We deze op het dak laten rusten. Alhoewel. Het is kunnen we toch goed inklappen. Ja, ik wil zeggen, door. Lampen uit. Handrem erop. Zetten we hem natuurlijk even vast. Kijk, en dan hoeven we allemaal dat hele bokken en hoeven we niet terug te rijden met 18 km per uur. Dat is ook wel fijn. Mooi met viaduct erachter. Iets dichterbij misschien. Hartstikke leer. Beetje voorzichtig rijden, want het hele ding zit te schudden, zie je dat? Die stoel. Daar staan wel weer een voordeel van deze vrachtwagen. Je kunt hem en als balenwagen gebruiken en als transportwagen. Alleen... hij is best wel stil, zeg maar. Hij is te hoog. Misschien dat je dat nog kan aanpassen, hoor. Dat weet ik niet, maar...
De vrachtwagen die zuigt wel diesel trouwens, hoor. Mooi. 200 liter per uur. Goeiedag. Zo. Maar daarvoor hebben we hem ook, hè. Om hem te laten zuigen. En dan moeten we hier zo meteen weer naar rechts. Zo. Voorzichtig. Top. Ja, waar zetten we de shovel neer? Die kan op zich hier wel staan. Niemand die er last van heeft. En dan een vrachtwagen. Zo. Perfect. Nou, dan moeten we dus even de kunstmeststrooien erbij pakken. Hebben wij een kunstmeststrooi en hebben wij een combine? We hebben al een combine. Dus die hebben we. Een bag. Hebben we die überhaupt? Ja, die zit eraan vast. Alright. Dit is de koeienschuur. Hebben die eigenlijk een wei? Ja, hè. Die hebben een wei. Moet wel even de deur open doen, want anders kunnen ze er nog niet langs. Kijk. Mooi. Die dicht. Ja, kunstmeststrooien. Die hebben wij. Een Kubota kunstmeststrooien. Ik weet alleen niet of de Lipne die kan tillen. Maar we gaan het gewoon proberen. Oh. Die Lindner die mag wat meer gebruikt worden. Ik weet ook niet of er überhaupt kunstmest in zit, anders moeten we dat eerst even ophalen. Nee, er zit nog niks in, dus dan moeten we eerst naar de winkel om het te vullen. Nou, dat kan. Wat ik alleen wel jammer vind is dat je hier ook het kniplicht en zo niet op de dashboard ziet. Maar... Volgens mij is deze track direct overgezet van de FS19. Dacht ik. Dus dat zullen ze wel niet hebben toegevoegd. En dan hoeveel liter kan die inboord ook eventjes kijken. Misschien dat we hem gelijk vol kunnen doen en kunnen we ook gelijk kijken of de lid dat kan tillen. Want ik denk dat het... Ik heb trouwens gezien, die Shibora die we op het werk hebben, die kan maximaal 750 kilo tillen. Dat is niet veel. Het is maar een klein trekkertje. Maar ja, die wordt binnenkort vervangen door een Brensen. Met cabine en al. Dus dat is wel fijn. Er wordt twee trekkers met cabines. Want die Shibora die we nou hebben, die heeft geen cabine. Dus als het regent, als ik moet maaien, dan word je zeker nat. En dat is zometeen dus niet meer het geval. En dat is wel heel erg prettig. Alleen wanneer die trekker wordt afgeleverd, dat weet ik niet. Maar hij is besteld, zover ik weet. Dus ik ben benieuwd. Even verder kijken, kunstmest. Er kan 10.000 liter in. Zullen we 8.000 liter doen, hè? Dan kan die linnen nooit tillen. Nooit. Maar we hebben een gewicht, hè? Dus misschien dat dit ook wel doet. Dat weet ik niet. We gaan het zien, we gaan het zien.
Want het voordeel van deze trekker is gewoon dat hij vierwielbesturing heeft, waardoor je dus heel scherp kan sturen op de koppakkers en zo. Dat is ideaal. Nou, volgens mij... Tot dusver kan hij het nog tillen. We hebben voor mij ook dunne bandjes erop, hè. Nou, op het gras rijden we niks kapot, dus... Oké, hij kan het tillen. Dat is mooi. Dat is fijn. Ik dacht, die gaat het nooit kunnen tillen, maar blijkbaar dus wel. Nice. Nou, op naar het veld. Zo. Hier naar rechts. En dan zie ik jullie op het veld. En daar zijn we. Ik hoop dat we het nog kunnen bemesten. Ik denk het wel. Dus het lijkt me wel. De kleur wordt volgens mij wel veranderd. Dus dat betekent dat het goed gaat. We zouden GPS kunnen gebruiken. Maar... Nee, dat is niet nodig. We moeten trouwens ook de informatie van de velden moeten we eventjes opvragen. Zullen we dat eerst even doen? Laten we dat eerst even doen. Waar staat het met de velden die we hadden? Voor mij wel, hè? Ja, maar we kunnen eventueel nog een extra veld erbij kopen. Want op gras gaat niet zo heel veel kunstmest. Waardoor dat natuurlijk ook weer scheelt. Alleen waarschijnlijk omdat wij bij dat gele vlak, zeg maar. Daar hadden wij nog geen informatie. Dus daar is meer stikstof op als hier. Ik weet niet of dat een positief of een negatief effect heeft. Want nou wordt alles natuurlijk oranje. Komen we straks wel even terug voor dat stukje. Maar dan hebben we het in ieder geval bemest. En dan kan voor de volgende keer, dan krijgen we gewoon wat meer gas eruit. Want wat we zouden kunnen doen is natuurlijk een extra veld kopen. En dan kunnen we daar nog mais in poorten. Dat is ook wel weer een keer leuk. In Kersenoord hebben we natuurlijk ook best wel wat gehakseld. En misschien kunnen we dat ook wel doen hier. Is misschien ook wel, is ook wel een idee. Zo. En dan dit stukje. Mooi! Dan hebben we dat ook klaar. En dan kunnen we eventjes kijken of we nog een extra veld erbij kunnen kopen. Intussen, we hebben nog 1,2 miljoen. Dus we kunnen nog wel het een en ander. We kunnen natuurlijk ook investeren op zonne-energie. Dat ons wat oplevert. Dat is mogelijk. Maar we kunnen ook voor extra velden natuurlijk gaan. En sowieso... Een extra veld is sowieso wel een ding wat we op zich wel moeten doen. Maar we hebben nou 1 gasveld en 3 normale velden, dacht ik. Nou, als we eens met 4 gaan beginnen, dan moet dat toch voldoende zijn. Door het dorpje in. Ja, ik vind het wel echt een fijn trekkertje hoor, die Lintrak. Niks mis meer. Alleen voor heel zwaar veldwerk kun je beter niet voor gebruiken. Maar zoals dit, kunstmest strooien, hakselen, harken. Of hakselen. Harken bedoel ik, schudden, dat soort dingen. Doet hij prima. Een underrated trekker. Eigenlijk, vind ik. Hartstikke deel. Hef omlaag. Mooi. Alright, eens even bekijken. Wat voor een veld hebben we hier? Het is allemaal heel vreemd. Het is nou in één keer ook heel veel haver, is het in één keer. Heel veel aardappels en heel veel suikerbieten.
Dat heeft iets te maken met die Start and Spring mod. Ik zie niks qua mais, hè. Helemaal niks. We hebben twee velden met haven blijkbaar. Eén veld met gerst. Ja. En wat is dat groene? Dat is alfalfa. Dat hebben we ook niet zo heel veel aan. Geen veld met speld. Geen triticale. Ja, welk veld is handig? Veld 9 zou op zich kunnen. Kost wel 95.000 euro, maar daar zitten wel aardappels in. Laten we even met de chef daarheen gaan. Even kijken hoe dat eruit ziet. Laten we bij veld 9 kijken. Zo. Ga even bij dat veld kijken. Dan moeten we naar links en dan naar rechts. Of rechtdoor is het eigenlijk. Toch? Nee, ik moet de andere kant op. Nou, dan draaien we even. Hier naar rechts. En dan moeten we hier naar rechts. Hartstikke idee. Kijk, wat we zouden kunnen doen. Wat we zouden kunnen doen is dit laten voor wat het is. Dat we dit gewoon gaan oogsten, zoals het hoort. Dat kunnen we doen. En dat we dan het volgende jaar dat we dit zeg maar gaan aanpassen. Anders laat het even weten in de reacties, jongens. Want ik vind dit op zich wel een mooi veldje. Het is een redelijk mooi groot veld. Daar kunnen we mooi wat mais op doen. Of ander gewas natuurlijk. Alleen er zitten nou suikerbieten op. We kunnen het natuurlijk omploegen. Want volgens mij kun je in april kun je mais sporten. Dus we zouden dat eventueel zelf kunnen doen. Of we laten het zo. Laten we even weten in de reacties, jongens. Dan laat ik de auto gewoon hier staan voor de volgende keer. Is het een idee om dit veld te kopen, ja of nee? Moet er mais in of moeten we het zo laten? Dus dan wil ik je allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video van Pelgrini. Mocht je dit een leuke video gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!